We zagen een aangrijpende reportage gisteren in Nieuwsuur. Verslaggever Ilko Bos van Roosentaal sprak met een Palestijnse olijfboer die wordt weggepest door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. En dat bleek niet zonder gevolgen. En dan is het geduld van het leger op. Ze willen nu wel eens weten wie er op bezoek is. Het regiment was gisteren overduidelijk. Vanwege de medewerking aan deze reportage zou hij over 5 dagen uit zijn land worden gezet. We hebben natuurlijk dit ook met hem besproken. Moeten we dit wel uitzenden omdat we hem niet verder in de problemen willen brengen? Hij was overduidelijk. Hij zei laat het vooral zien, want dit is wat er dagelijks hier op de Westoever gebeurt. Ja, Ilko Bos van Roosentaal gaf dus meteen verantwoording in de uitzending over waarom ervoor gekozen is om dit toch uit te zenden. En voor wie het niet gezien heeft, je ziet gedurende zijn bezoek aan deze boer zie je dus af en toe het leger in beeld die ze in de gaten houdt. Bart, hoe heb jij naar deze reportage gekeken? Nou ja, dat element dat Ilko dus onmiddellijk in de reportage meldt van eigenlijk zijn ethische afweging om het dus toch uit te zenden, dat vond ik wel heel belangrijk. Want je zit anders wel echt te kijken van, oh jeetje, wat doen we hier als journalistiek nou eigenlijk? Hè? Want het heeft nogal wat consequenties. Ja. En dat blijft natuurlijk wel een vraag, maar er is in ieder geval over nagedacht. Dus dat vond ik heel fijn aan. Ja, want Marta, in hoeverre ben je als verslaggever mede verantwoordelijk voor de veiligheid van de persoon die je interviewt? Nou, ja, jeetje, dat is een ontzettend moeilijke vraag. Kijk, je laat natuurlijk gewoon de feiten zien. Hè? Dus in die zin, en je laat zien wat er gebeurt. Met je eigen ogen ben je erbij en je probeert daar zo goed mogelijk verslag van te doen. Dus dat is niet je eerste afweging. Maar natuurlijk, als het echt evident is dat je iemand in onveiligheid brengt, dan is het natuurlijk wel een afweging en een verantwoordelijkheid die je moet nemen. En ik denk dat, zoals hij daar zelf ook vertelde, ook heel transparant in de uitzending, ja, wat jij ook zegt, Bart, waarin hij zegt van ja, ik heb het overlegd. En deze persoon vindt het ontzettend belangrijk om dit wel te laten zien met gevaar voor eigen leven. Dan denk ik dat hij dat heel zorgvuldig gedaan heeft. Ja. Ja. Marcel, jij hebt zelf, begrijp ik, de andere kant van de medaille meegemaakt, ja, toen je in Kazachstan woonde. Ja, eind jaren 90 woonden wij in Kazachstan. En toen kwam Yvonne Habets een documentaire maken over Nederlanders die achter het IJzeren Gordijn woonden, 10 jaar na de val van het gordijn. En dat vonden wij hartstikke leuk, heb ik aan meegewerkt. Alleen bleek op een gegeven moment dat zij het land binnen was gekomen zonder een visum. En zonder een visum om te filmen. En een van haar laatste dagen is ze ook van het bed gelicht in het hotel waar zij sliep. En zij belde ons uit de gevangenis en zei van, oh, kunnen jullie helpen? Nou, heeft de ambassade gedaan. Maar ik ben toen best wel boos op haar geweest. Want de vraag was ook of wij de videotapes daar mee konden nemen. Zorg dat die in Nederland terechtkwamen. Ik zei van, wij moeten hier wonen. Weet je, je brengt ons in problemen. Jij bent dadelijk weg. Ook in in de documentaire, niet aan mij, maar aan iemand die ik goed ken, werd de vraag gesteld, goh, je kan hier toch alleen maar zaken doen als je met de maffia zaken doet. Hè? Ja, daar valt niet te antwoorden op zo'n vraag. Je brengt echt willens en wetens, vind ik, of misschien niet eens willens en wetens, ik denk dat het onwetendheid is, maar je bracht iemand in problemen. En diegene kon dat zelf niet weten op dat moment? Nou, diegene kon niet goed genoeg het antwoord geven of gewoon zeggen van, hier ga ik niet op antwoorden. En die zich is meegegaan. Nou, daar krijg je dan later wel vragen over. Maar vooral het feit dat ze zonder papieren daar is gekomen, ja, dan zij is weg. Daar wordt naar ons aangekomen. Daar was wel een reden voor waarschijnlijk. Omdat je, als je wel de officiële weg bewandelt, je met een soort groepje mensen om je heen begeleid wordt vast, door zo'n land. Vast. Waardoor je niet meer dat type vragen en gesprekken doet. Ja. Nee, maar dat klopt wel. Maar toch, hè, je gaat weg. Jij hebt je programma gemaakt, hartstikke leuk. En je woont daar nog met een aantal mensen. En in dat soort landen, zeker in die tijd, wordt het toch, heb je daar last van. Was het anders geweest als ze van tevoren de spreker had ingelicht over dit feit? Van, ik ben hier wel, dat moet je weten, zonder visum gekomen, omdat dit kan dit voor jou betekenen? Zeker. Vind dan een verantwoordelijkheid? Vind ik wel. Nemen. En dan kan je de keuze, heb je de keuze. Hè? Doe ik hier aan mee of niet? Dat is eigenlijk wat Ilko doet. Helemaal eens. Wat Ilko heeft gedaan, toch? Ja. We hebben nog even een reactie gevraagd natuurlijk bij Pieter Klein. Die is de hoofdredacteur van Nieuwsuur. Van, hoe is dit nou helemaal gegaan? Hij zegt, Ilko draait een relevant verhaal. Zoals hij in de toelichting in de uitzending zei, is vervolgens nadrukkelijk met hem besproken of we wel of niet zouden uitzenden in verband met mogelijke repercussies. De boer hechtte er zelf zeer aan om het wel uit te zenden. Het is dus niet vooraf, maar achteraf uitdrukkelijk besproken. Deze meneer wist vooraf uiteraard dat er een probleem was vanwege de bekladding van enkele dagen eerder. Die afweging is gisteravond vervolgens besproken met de eindredactie en de hoofdredactie van Nieuwsuur. Daarbij hebben we meegewogen dat de man niks illegaals of iets dergelijks heeft gedaan. Ja, het is dus niet vooraf, maar achteraf met de man besproken. Maar het leed was natuurlijk al geleden, want het item was gedraaid. Het is een lastige afweging, Mark, denk ik. Dus door jouw bezoek komt die man eigenlijk nog meer in problemen, of je nou uitzendt of niet.
Ja. Ja, het is een lastige afweging. Maar ik vind dat het uiteindelijk heel zorgvuldig is gedaan door Nieuwsuur. Als ik dit zo hoor. En ik denk dat je, als je echt altijd op die manier vooraf dat soort dingen moet afdekken, dat je dan ook wel heel machteloos staat in zo'n situatie. Dus ik weet niet of dit nou, dit is niet, ik vind dit niet laakbaar. Het is ook in die zin, hè, de moed van zo'n olijfboer om mee te werken. Hè, even los van het feit. Die wist donders goed waar hij aan begon. Die wist natuurlijk waar hij aan begon. Dus het is ook gewoon ontzettend moedig. En het is ook heel erg moeilijk om mensen te vinden die dat openlijk willen doen. Dus als je iemand vindt die daartoe bereid is en die ook bereid is om het risico te dragen, dan is dat wel heel bijzonder en heel belangrijk. Want anders horen we die verhalen gewoon niet. En dat zie je ook bevestigd. Overzien ook, denk je? Nou, je ziet het bevestigd in zijn reactie toen het eenmaal zo van toch uitzenden. Ook al wordt het nog erger daardoor. Ja. Dat hij eigenlijk van tevoren al wist. Ja, want ik hoor dan dat zo'n redactie zegt, we hebben daar echt goed over gesproken, of er juridisch en of die iets juist of niet heeft gedaan. Dat telt in dat soort landen niet. En niet bij dit soort situaties. Hij weet heel goed, die boer, dat er met zijn uitspraken repercussies kunnen zijn. Mm-hmm. En die hebben niks met iets juridisch te maken. Maar dat is wellicht voor journalisten wel relevant. Nou ja, en dat we het nu gaan volgen, kijk, dat is natuurlijk de andere kant. Het feit dat er nu de journalistiek er bovenop zit, maakt misschien ook wel dat hij daardoor enigszins beschermd is. Hoop ik voor hem. Je hebt wel een grote verantwoordelijkheid als medium. Hè? Ik weet nog dat we vorig jaar Robert Serry ging naar Kiev. Wilde naar Kiev gaan om daar een dagboek bij te houden. En dan moet je wel echt met iemand bespreken van hoe kunnen we je verzekeren? Wat zijn de gevolgen mogelijk? Dus het is wel, je hebt veel verantwoordelijkheid. Ja, we zien de afgelopen dagen weer veel persoonlijke verhalen. In Israël, maar ook in Gaza. Martin, jij vindt het ook ergens linkersoep, die persoonlijke verhalen, begreep ik. Nou, niet per se linkersoep. Nee, ja, nou kijk, het gaat er een beetje om van wie krijgt aandacht voor de zaak, hè, als die de media weet te vinden. En over Gaza wil ik daar helemaal niks over zeggen, hoor. Want het is natuurlijk een en al drama wat je hoort. En dat gaat ook voor de mensen in Israël. Maar waar het mij om gaat, is dat er zijn overal conflicten op de wereld. Die zijn heel erg ernstig. Dus als jij in staat bent om je dan tot de media te wenden en je krijgt aandacht, ja, dan is dat zeg maar de basis waarop gekozen wordt. Terwijl je natuurlijk als bedrijf moet zeggen, of als mediabedrijf of als journalistiek moet zeggen, dit zijn de conflicten die we belangrijk vinden. Daar willen we om die en die reden aandacht aan besteden. En niet omdat er toevallig een vlogger is die de aandacht weet te vragen. Dat was eigenlijk mijn punt. Ja, een goed voorbeeld daarvan is wat je nu ziet bij RTL Nieuws. Die hebben nu een heel stuk geschreven over Soedan en de oorlog daar, naar aanleiding van TikTokkers die daar aandacht voor vragen. Ja. Is ons Soedan. Je zou ook kunnen zeggen, ja, dit is een mooie aanleiding om dit conflict daarover te schrijven. Ja, maar dan is dus de aanleiding of een TikToker jou weet te vinden. En niet of we vinden dat daar ongelooflijk veel onrecht plaatsvindt, of dat we vinden dat we dat aandacht moeten geven, omdat dat simpelweg mensen daarvan moeten weten. Dat is echt een andere afweging. Ik begrijp het allemaal wel, hoor. Maar het is niet helemaal zuiver, volgens mij. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.